Welkom bij Day One, het enige kanaal waar nog getraind wordt met gewoon het shirt aan. Ik ga jou vandaag laten zien hoe de bicep curl moet. Belangrijk bij de bicep curl is dat je hem goed uitvoert. Dus pak niet te groot gewicht, want dan ga je swingen en dat wil je niet. Hou je knieën en je ellebogen rustig. Ja, strek ze niet helemaal. Hou het relaxed. Hou je rug recht en kom omhoog. Probeer niet al te draaien als je hier bent, maar draai hem terwijl je omhoog komt. Ik zie ook een heleboel mensen in de gym dit meteen al doen. Ja? Dus je wil in de draai. Hop. Hop. Belangrijk bij de bicep curl is dat je hem rustig uitvoert. Dat is één. Maar helemaal belangrijk is dat je je elleboog niet van je lichaam afhaalt. Of in ieder geval voor je heup houdt. Daarmee bedoel ik te zeggen is dat je hem rustig bij je lichaam houdt en net iets voor je heup. Als je dat vanaf de zijkant bekijkt, wil je dus niet dit doen. Zie je? Dan komt mijn elleboog omhoog. Dan komt mijn elleboog omhoog. Ja, het is belangrijk dat je ze tegelijk doet en dat je elleboog tegen je lichaam aan blijft. Vergeet niet te ademen. Rustig naar beneden en je ademt uit als je omhoog gaat. Als je boven bent, knijp. Doe hem rustig naar beneden. Wil je het nou zwaarder maken, dan ga je steeds rustiger naar beneden. Ja. Hop. Hop. Je hebt meerdere variaties. Maar dit is de beste manier. Hoe rustiger je hem uitvoert, hoe zwaarder het wordt. Dit was de bicep curl. Blijf het vooral doen. Want dan zie je er misschien in de discotheek, als je nog geen vriendin hebt, heel goed uit. Trek wel een heel strak shirtje aan. Pa. Pa.